De FNV giet hjoed bij bedrijf Wendel die het eerst Europese chauffeurs inzetten wollen. Ligogeer op het Jereveen bij transportbedrijf Broersma. Voor een weekend wat lang, toen heb ik hier op kantoor zitten en toen was mij verteld. Hou er rekening mee dat er binnenkort chauffeurs uit Oost-Europa hier ook binnenstromen. Mocht ik net hoe praten. Ik heb zorgen over dat Nederlandse jongens die hier met een vast of een tijdelijk contract aan het werk binnen, dat die straks onder kans zet worden en dat wij straks als vaste personeelsmeisken in oeren naar beneden zet worden. Ze willen niks zeggen en ze willen niks over het onderwerp ik hoor je aan, dus helaas. En ik voor uw camera wil het bedrijf net reageren. De cao-onderhandeling zet een nieuwe wieken uiteen. Het FNV wil dat er duidelijke afspraken komen over gelijke betellingen van Nederlandse en buitenlandse chauffeurs. Wij zorgen dat ze uitbuit worden. Er zijn al je bedrijven die nemen Oost-Europeanen aan om maar te kunnen concurreren op arbeidsvoorwaarden, zodat ze leger niet meer prijs kennen. Hoeveel verschilt dat? Nou, gemiddeld wat wij zorgen in ieder geval, hè, want het is het topje van de ijsberg, nog wat we mee krijgen natuurlijk, is dat ze 3 euro per uur in ieder geval krijgen. En de gemiddelde Nederlandse chauffeur zit op 14 euro. Wij zijn tegen alle illegale manier van het gebruik van Oost-Europese constructies. Laat het even duidelijk zijn. Denk aan de andere kant wel dat het een verkeerd beeld geeft van de sector. Het aantal bedrijven dat het doet, is volgens ons nog vrij gering. Er gebeurt niet of nauwelijks. Op het moment dat je een legale manier dat kunt doen, met bijvoorbeeld inderdaad een Poolse vestiging, dan mag dat natuurlijk en dat kan dat. Dat is misschien vervelend, maar het is wel de economische realiteit waaruit blijkt dat Oost-Europeanen qua loonpeil natuurlijk nog steeds een stuk lager liggen dan in Nederland. Ja, maar dit is concurrentie op arbeidsvoorwaarden en dat is nou correct net wat wij willen. Had je een bedrijf in Nederland, de reële vestiging die zit ik in Nederland, alles wordt onstuurd vanuit Nederland, dan heb je gewoon Nederlands personeel en in ieder geval Nederlandse CO te betalen. En daar is het elke keer misgaat in uw zeeën.